Hallo kijkers en welkom weer op de gloednieuwe vlog. Het is al 12:30. Ik heb er tot een half twaalf geslapen. Oh, Jimmy. Ja? Die kast. Ai, oké. Die kast. Oké. Goedemorgen allemaal. Ja. Ik ben er maar pas wakker. Goeie dag. Oké. We gaan dus zo gelijk gebruikelijk een pimpampet-vraag stellen. Met de letter S van slang. Oké. Iets dat gratis is. En iets dat hard is met een S. Voilà. Ik zou zeggen, veel succes. Ik ben nu de vlog van gisteren nog in elkaar aan het steken, dus ik hoop dat die tijdig gaat klaarraken. Er moet nu nog alleen nog maar muziek ingestoken worden, dus dat ik daar trek ook aan verder werken. Dan nog hopen dat zelfs ook nog mijn vader even een briske zendt naar mij toe. Voor te zeggen van, kijk, om zo laat kom ik u uithalen of... dat is goed. We gaan samen naar mijn auto toe. Dan gaan we die ook halen. Alleen wat er daar moest gebeuren was... Ik ga het eens even terughalen. Uitlezen en resetten. Moet er alleen nog gebeuren en dan is mijn auto klaar. Voilà. Dus nu ga ik mijn koptelefoontje opgooien. Voilà. En dan naar muziek zoeken voor de vlog van gisteren. Tot later. Zo mensen, ik hoop dat jullie... gisteren hebben genoten van... Ofwel, gisteren van twee filmpjes. Ja. Zowel de deze, want je ziet dat, daar staan twee schermpjes open. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dus ik heb alle TikTok-filmpjes even gedownload. Daar heb ik ook wel een uur aan bezig geweest. En ondertussen tijd, jawel, nemen we afscheid van de sneeuw. De sneeuw is aan het smelten. Met een reuze tempo. En daar ook. Maar daar blijft hij echt wel heel mooi hoor. Daar is toch zelfs geen vogeltje aan geweest. En nu moet dat sneeuw ook alweer al weg. Oh my god. En mijn vriendinnetje was naar D aan het kijken. Dus dat mag dat allemaal. En mijn schoentjes die zijn hoogstwaarschijnlijk wel droog. Want die lagen er al van gisteren er al op. Dus ja, die zijn droog. En nu ben ik aan het wachten. Je begint Sippy Drummik op spelen, maar nu ben ik ook aan het wachten op mijn vader. Dat hij een telefoontje doet. Ja, nee, die moet... Nee. U bent aan het zeuren en ongeduldig aan het zijn. Je weet wat je pa zegt. Ja, maar niet in mijn vlog. Dat is de eerste keer dat ik dat zeg in mijn vlog. Dus ik ben aan het wachten dus nu op mijn vader als hij dus dan terug telefoneert of een sms'je stuurt naar mij toe van kom naar buiten toe. Ik ben direct daar. Dan ga ik ook als stap dan naar buiten toe. Dat zou zeggen. Dus mijn wagen moet normaal gezien vandaag klaar zijn, maar die ene jongen, ik ga ook geen namen noemen, was gisteren niet komen opdagen. En vandaag ging hij normaal gezien om 12:30 opdagen, maar dat is nog niet opgekomen dagen. Maar komt wel goed, komt wel goed, komt wel goed mensen, komt wel goed hier. Maar ja, ik ga nu dus ook eens even kijken. Hopelijk komt het ook nog goed bij mijn vlogs, want hier staat nog eentje van 6:44. En ja, normaal gezien zijn mijn vlogs altijd online om 19:00. Dus het gaat een nup te zijn. Voilà. En nu gaan we eens even een partijtje Rummy Cup spelen. Eens even kijken. Dat was naar de andere kant, schat. Naar die kant? Ja. Die heb ik weer gemist, hè.
Kijk eens hoe fel dat de sneeuw weg aan het smelten is. Maar ook goed, dus dan is het ook minder gladder op de baan. Oh, maar dan weet ik wie gewonnen is van de weddenschap. Wie? Ah ja, we hebben ook dus een weddenschap gedaan. Ik en mijn maatje. Dus om 10 uur 's avonds heeft zij gezegd, dan moet dat allemaal weg zijn. Dan moet dat allemaal weg zijn. Eerst zien dan geloven. Het heeft nu nog ongeveer 8 uurtjes de tijd om het te onttooien. Dus toi toi toi. En er is Verle Notto. Stop eens met rond te rijden hier in deze straat. Of anders gaat de sneeuw nog sneller weg. Nee, dan ga ik verliezen. Oh, allee, waar. Tot straks. Joe, joe, joe. Weet je dat je soms heel kinderachtig kunt zijn? Hoe dat? Van de sneeuw en zo. Ja, en dan? Je bent echt een kind. Laat me toch uitleven. Voor de camera. Achter de camera weten ze niet hoe ik ben. Hoele, hoela. Eigenlijk is dat ongezond, hè. Je moet altijd jezelf blijven, ook voor de camera. Eigenlijk wel, ja. Allee, tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Zo mensen, we hebben gedaan met Rummy Cup spelen. Jij hebt misschien ook gezien dat ik ook eens even naar mijn gsm heb gekeken in een timeslap. Ja, mijn vader heeft een kleine update gebracht wegens mijn vader. Ja, en... van mijn vader uit. Zo, van mijn vader uit. Dankjewel voor mij te verbeteren. Oké dan. Dus ik heb informatie gekregen. Dus mijn wagen zal klaar zijn ergens rond 1:07 wanneer ook de livestream moet beginnen. En ja, ik heb van een bepaalde persoon heb ik al over mijn voeten gekregen. En kijk, die persoon die wil ik even zorgen is voor de duidelijkheid ook zeggen. Ik ga geen namen noemen. Die wou dat ik tot 23 uur livestreamt. Maar bij Cordium of bij Wonen in Limburg heb ik reglementen gekregen, regels gekregen. En als ik die niet volg, volgen er zware sancties uit. Dat klopt toch, hè, mijn lieve schatje? Ja. Dus. En dan... Want anders kun je uit huis gezet worden als jij lawaai maakt na 22 uur. Want dat zijn nieuwe regels die je nu moet opleggen, hè. Ja, anders kan die ik... Die ben je ook niet gewend, hè, die regels die je nu hebt, hè. Nee.
Dan nog even over Rummikub, want ik, dit is eigenlijk de eindstand. En daar is ook wel iets heel loms gebeurd. Heel loms van mij, hè. Van mij. Mijn schatje zei van, kijk, hier lag ergens, ja, deze joker. Deze joker lag hier zo ergens. Bij de vier. En dan nog deze joker. Ik zeg, dus, en zij had deze joker, want ik zeg, ja, waar is dat dan die met die joker? Hupsa. Dan komt deze joker vrij, dan ging die dat, waar lag die nu? Nee. Nee, deze. Dat weet ik niet, maar deze lag in ieder geval hier en die gelegd en dan die ja. andere één. En dan was ik gewonnen. Voilà. Zo die even hier zo terug bij ja, leggen. Daar lag die bij, want hier okay. heb ik die moeten veranderen. Oké. Okay. En toen draaide ze in één keer haar bosje om. En wat zei je toen? Ik ben uit. En toen stond ik in één keer hier op. En ik zei dan tegen mijn eigen, ik help u nooit meer. Oh, van... Ik wist niet dat ze ging uitspelen door mij. Oepsie. Nogthans zei ik al in het begin van... Allee, in het begin dat ik bijna uit was, dat ik bijna uit was. En ik zei, ik heb die gevoel dat ik bijna uit ben. En jij helpt mij dan alsnog. Ja, daar kan ik niks aan doen, hè? Nee. Allee, voilà. Ik hoop dat jullie ook weer van de Rummikub hebben genoten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Dus we gaan nu nog even kijken, we gaan nog wat... We gaan filmpjes kijken, nee, zo gelijk, niet naar dat. Zo gelijk Enzo Knol nee, of zo. Een gewone film die een uur of zo duurt. Of een gewone film die een uur duurt, ja. Ik wil nu die film kijken die je op je dinges hebt gezet, want ik ben nieuwsgierig naar die film. Hoe noemt die? De Emoji. En welke is, en waarover gaat dat? Van die lachpoppetjes en al lachend kakske, noem maar op, van die emotions. Oh, nice. Dus, dan ja. kunnen we lachen. Ja. En dan een kleine update, hoe de set er nu bij ligt. Modderig. En dan gaat iemand weg. Even kijken als hij kan uitrijden. ja, die kan perfect wegrijden. Dus, je ziet het, het is ook niet meer glattig. Buiten, dus ik hoop dat het in orde komt. Is ze u wel gezien? Ja, dus ze heeft mijn lieve keer gezien. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug, want ik ga nu mijn GoPro ook nog even in de lader steken. Want die moet nog terug wat opladen. Het is koud, het is koud buiten. Als je geen auto hebt en je hebt nog iets nodig uit de winkel, ja, dan moet ik nu wel een klein beetje te voet wandelen. En dat is in het donker. Ja, dat is mijn laatste activiteit. Wat ik nog vandaag nog ga doen. En dan te voet terug naar mijn thuis wandelen. Ik ben al ziek kapot. En de sneeuw is goed aan het smelten. Als jullie het goed zien, zie je op de straat alles al goed terug vrij aan het komen. En ook als je de wandelpaadjes afgaat, toch nog een klein beetje oppassen, want het kan nog altijd glattig zijn. Ja, ja, het kan nog altijd glattig zijn. Mannetjes toch. Dan probeer ik daar zo tussenin te wandelen. Oh, mijn handjes zijn aan het vriezen. Mijn handjes zijn aan het vriezen. En dan zelfs als ik dan thuis kom, is hoogstwaarschijnlijk ook mijn vlog ook klaar. Die ga ik dan ook nog in de upload gooien. En jammer genoeg is die dus niet gisteren meer online kunnen komen. Maar hebben die dan op 16 uur gezet. Dus je ziet, als er een vlog in het delay komt, ik probeer daar ook nog altijd een aanpassing mogen aan te passen. Dan komt hem niet online om 19 uur, maar wel dan om 16 uur. Voilà. Brrr. Dus, frisjes buiten. En sommige voetpaden zijn nog altijd niet echt sneeuwvrij, zogelijk hier. Dat is voetpad, niet sneeuwvrij. Dus wat gaan dan de meeste wandelaars doen, zo gelijk ik. We gaan dan op de baan wandelen. Oh, van hier ligt geen sneeuw, hier is het niet glattig, hier kun je niet uitschuiven. Voilà.
hoor een gepiep. Ja, ja. Jullie zeggen van, en jullie vragen zich nu af van waarom pak je dan niet de stap inwagen? Ja, dat stap inwagen ze zat ginder, dus moest ik ook te voet gaan. Ja, bij mijn thuis heb ik geen laadpalen, hè. Nee. Ik hoop dat ik toch redelijk rap terug thuis ben. Dat ik dan mijn oortjes kan sluiten. Hoogstwaarschijnlijk dan nog één afleveringske familie die ik dan nog ga kijken. En dan zo richting Droomland gaan. Ik ben hier in de galerij nu van Alken. Daar ben ik nu al doorgelopen. Dan kom ik hier aan bij Attecorner. Nee, het is gesloten nog, mensen. Het is gesloten nu. Voilà. Ik heb geen eclairkanalen. Nee. Nu nog een eclairken eten? Nee, dankjewel. Ik ga dan nog s'avonds... Ik heb nu deze kant bewandeld, dan ga ik s'avonds richting via Kessel-Alken ook nog wandelen. Dan heb ik toch ook wel een kleine wandeltochtje ook achter de rug. Ik probeer dan ook mijn vriendinnetje niet zo, zo lang alleen te laten. Ja, jullie hebben het misschien al door. Ze is al thuis van, bij mijn thuis al van dinsdag. Ja, moet kunnen, hè, moet kunnen. Voilà, hier ben ik bij Joey Express aangekomen. Hier ga ik even mijn inkopen gauw doen. Ja, die is 7 op 7 open van 7 uur 's morgens tot 1 uur 's nachts. Dat is de Joy. Joy Express. Dus als je hier iets nodig hebt, kom gerust langs. Hier heb je redelijk veel dingen. Allee, tot straks allemaal. Jojo. Zo, ik ben nog buiten bij Joy. En wat je hier zo in het hoesje ziet, dat is mijn vinger, wijsvinger. Joe. Ik had even mijn camera ook nog wel vast. Ik ben ook weer al wat versnuit aan het geraken, maar maakt niet uit. Dan moet ik ook nog sowieso nog wel melden dat ik ook sinds kort weet, dus van, sinds donderdag, dat wil ik ook wel een klein beetje in de wereld gooien, omdat mijn leeftijd nog iets moeilijker is. Dat ik zelf ook had verwacht. Mijn hersenen hebben het heel moeilijk. Oh, mannetjes. Mijn hersenen hebben het echt heel moeilijk. En ja. En ik heb blijkbaar een handicap van... Niet van 33%, maar wel van 66%. Dat is dus ook niet leuk om aan te horen. Nee, dat is echt niet leuk om aan te horen. Wat ik wil, is gewoon terug een gewoon leven hebben. Terug een gelukkige leven hebben. Terug onder de mensen durven te komen, noem maar op. Dat wil ik gewoon. Maar het is verdomd zo moeilijk. Ik kan ook verdomd zo moeilijk ook met mensen samenwerken. Ik geef het toe. Ik geef het echt toe. Echt waar, mensen. Dat ik het echt daar moeilijk mee heb. Ik kan binnenin janken. Ik kan binnenin wenen. Van verdriet. Van verdriet van... Waarom bij mij? Oké, er zijn heel veel mensen die ook zoiets aan de hand hebben. Zullen die daarmee te klagen? Nee. Oké, sorry als ik nu zit te klagen.
Maar het is echt niet leuk. Wat mooi gedaan hier zo. Midden in een padje gemaakt van sneeuw, waar ik nu aan het wandelen ben. Die heeft wel zijn best gedaan. Die heeft echt zijn best gedaan. Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ja. Ik wil blij zijn, ik wil happy zijn. Maar het is verdomd moeilijk in mijn leven. Nu geef ik het ook toe omwille van... Ik ben blij dat OCMW... Jawel, OCMW... eindelijk de bal heeft ook laten rollen van oké, wat heb ik ook allemaal. Daar zijn hun ook achter aan het komen. Van kijk, ik heb het ook moeilijk met mijn leven. Hoe kan ik ook Bea ook een gelukkig leven geven? Hoe kan ik dat? Zonder haar ook teleur te stellen. Ik luister ook al nu, ook al vaker, ook al naar haar toe, naar haar problemen en dan probeer ik daar ook wel rekening mee te houden. Maar dat is ook verdomd moeilijk. Zie ik haar doodgraag? Ja. Ik zie haar echt doodgraag. Ik kan geen andere liefde mij inzien. Wat zij mij geeft, dat heeft nog geen ander aan mij gegeven. Nee, dat heeft echt geen ander aan mij gegeven. Ik ga even nog eens wisselen van hand. Oh, mannetjes. Wat zij mij geeft, is het echt geweldig. Oké, we hebben soms wel eens ruzies. We hebben onze ups en downs wel. Maar uiteindelijk komt het altijd goed. Komt het altijd wel op zijn pootjes terecht. Oh mannetjes, het is een schralende wind. Schralende wind. Ah ja, want er ligt nog redelijk wat sneeuw op de grond. En als het dan waait, dan kan die ook... Dat kouheid van die sneeuw mee omhoog nemen en dan kan het ook nog wat frisjes aanvoelen. Weet je wat? Ik ga het eens bevragen aan Google hoe warm dat het nu is. Als ik mijn gsm vind. Voilà, ik heb mijn gsm gevonden. Ik ga die aandoen. Voilà, die is aan. Oei, ik heb mijn wifi nog aanstaan. Ik moet mijn mobiele gegevens eigenlijk aanstaan. Als mijn schatje nog iets wil zeggen. Nee, je zit mij niet kwijt. Ik zit al aan de voetbal. Maar ja, je mocht al gaan slapen. Dan kom ik er wel bij liggen. Voilà, tot z'n. Nog een goede 5 minuutjes wandelen. Joejoe. Voilà, dat is ook dan alweer al doorgegeven aan mijn schatje. Oh ja, ik ging kijken hoe warm dat het is. Oh mannetjes, het is koud. Hoe warm is het in Alken? In Alken is het op dit moment 6 graden. 6 graden. En dan moet ik koud noemen, want we hebben ook min temperatuur gehad. Hoe warm is het morgen? Volgens Weerplaza, de 14-daagse weersverwachting Alken, de temperatuur stijgt tot 9 graden Celsius overdag en 4 graden Celsius 's nachts. Wauw, dus 9 graden overdag en 4 graden 's nachts. Dus de dooi heeft zich goed ingezet. De dooi heeft zich goed ingezet. Voilà. Nee, dus nu nog even over mijn lieveke. Ik wil ook niet dat er nog iemand
tussen ons komt. Als hij dat probeert, kun je zeggen het is te vergeefs. Want wij vertellen echt alles. Nu, sinds heel kort, echt alles door en aan elkaar. Van, ja, die heeft dat weer gezegd tegen mij, die heeft dat weer gezegd tegen mij. En dan kijken we weer voor een oplossing, als dat de waarheid is of niet de waarheid is. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik kom hier nu aan dat slijkgedoe aan. Het is hier nog glattig. Daar lag ik weer op bijna op de grond, dames en heren. Hier live op mijn cam. Oh jee, jee, jee. Yippiekejee. Nu nog die bosken hier nemen. Ik zie een klein beetje in het donker, daar ben ik wel blij om. Want ik moet echt omweg maken. Omweg. Damn you. Voor niet uit te schuiven. Voilà. Oké, voilà. Ik ben dus terug thuis aangekomen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe livestream is, video of een vlog online komt. Tot later. Jojo.